vriesdam. Ja. Oké. Welkom allemaal. Allereerst natuurlijk onze collega's uit Vlaanderen. Ontzettend leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Dit is de vierde Vlaams-Nederlandse top te organiseren. Niet eerder in Middelburg. Geert Bourgeois, wij kennen elkaar natuurlijk inmiddels behoorlijk goed. We werken al langzaam. Samen op reis geweest. Een keer in Den Haag geweest. Ik heb jou opgezocht. Het is altijd weer een heel groot plezier om elkaar te treffen, ook omdat er gewoon heel erg veel te spreken is. De samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland is zeer intensief. Vlaanderen is voor Nederland een van de allerbelangrijkste handelspartners. Dat is ook omgekeerd zo. We zitten in de top van de grote investeerders over en weer. En die verhoudingen zijn ook echt uitstekend. Zowel in de persoonlijke relaties als ook zakelijk zijn de verhoudingen gewoon heel goed. Maar toch is het goed bij elkaar te komen, want juist als je vrienden bent, moet je die relatie onderhouden, moet je met elkaar dingen bespreken. En er staan ook vandaag weer tal van onderwerpen op de agenda. Bijvoorbeeld hoe we met nog meer kracht kunnen werken aan vraagstukken die te maken hebben met grensoverschrijdend werken. Daar zie je toch nog dat die stelsels van beide landen natuurlijk verschillend zijn. Hoe kun je dat vereenvoudigen? Wij gaan nu samen ook in een subgroep zitten. Geert en ik zijn andere subgroepen. Zo hoort dat bij een moderne conferentie. Dan hebben wij al persmoment en dan gaan we nog eten met heel interessante gasten erbij uit Vlaanderen, uit Nederland. En dan praten we ook over tal van onderwerpen. Maar voor dit moment wil ik echt zeggen, het is een gesprek onder vrienden. Goed dat jullie er zijn. En we zien elkaar zo meteen opnieuw bij de pers. Dank jullie wel. Fijn dat jullie zijn.